Met het doel een dialoog op gang te brengen over de rol van vrouwen in de politiek, heeft de netwerkorganisatie Vrouwen in de Politiek, VIP, gisteravond een eerste dinerdialoogsessie georganiseerd in het park. Na een welkomstwoord van de voorzitter van het park, Theo Linsgeer, heeft DNA-voorzitter Jennifer Simons een keynote speech gehouden. Zij zat later ook aan in het deskundig panel dat verder bestond uit Angelique Del Castillo, voorzitter DA 91, Patricia Etnel, DNA-lid NPS, Renuka Bihari, coördinator Institute for Women and Gender Development Studies van ADEC en Judith Cariodrono, hoofdbureau genderaangelegenheden van Binnenlandse Zaken. Het panel is omstandig ingegaan op het thema Gender Politics en Politics of Gender. Simons gaf in haar speech onder andere aan dat het aantal vrouwen in het parlement nu richting 30 gaat. Een hoog percentage, zegt zij. En waarom vind ik het belangrijk om dat ook aan te geven dat we gewoon systematisch met elkaar hebben gewerkt voor je naar een maatschappelijke bijna, zeg maar, propaganda en bewustwordingsfase bent gegaan. Ik zie in mijn werk in de regio dat er landen zijn, bijvoorbeeld, die vrij vroeg zijn overgegaan tot het geven van regels, wetgeving over participatie van de genders in de politiek. En daarmee hebben ze bereikt dat op een vrij korte tijd in een aantal landen van Zuid-Amerika een behoorlijk percentage vrouwen in de volksvertegenwoordiging terecht is gekomen. Sommige landen 35-40%. En dat lijkt dus heel goed te zijn gegaan. Wat je echter dan ziet in die gemeenschappen, we hebben het niet gezien in het Caribisch gebied, maar wel in Zuid-Amerika. Dus als u andere informatie hiervoor hoor ik het graag, maar we hebben het Caribisch gebied ook besproken. Dan hebben we gezien dat met de vertegenwoordiging van die vrouwen in die organen ook het geweld, verbaal en ander geweld tegen vrouwen in de politiek in die landen is toegenomen. Na de keynote van Simons kwam er een levendige discussie op gang over onder andere de stelling wat de meerwaarde is van vrouwen indien de achterstand in de politiek is ingehaald. Wij brengen u een fragment van de reacties van het panel. Dat is waar ik dus in de inleiding begon. Het is constant de vraag, wat is de meerwaarde? Vrouwen zijn gewoon mensen. Of er wel of geen meerwaarde is, volgende punt. Vrouwen moeten deelnemen aan het besluitvormingsproces omdat ze deel zijn van de samenleving. Dus ik denk dat we dat echt steeds moeten uitleggen aan mensen. Die vraag moeten we niet stellen. Het is een recht. Het is een recht van mensen om deel te nemen. Het is heel erg belangrijk dat we die vrouwen terugvinden in de politiek en dat die vrouwen een rol vervullen. En we vragen naar die meerwaarde. Die meerwaarde zal er altijd zijn waar die vrouw is. Dus we hoeven niet te gaan kijken van moet er een meerwaarde zijn, moet er een achterstand in te lopen zijn, maar wat is het wat voor achterstand hebben we dan? Ik bedoel, iedere vrouw die zich geroepen voelt om die strijd te voeren, zal daar komen. Als jij bereid bent die offers te brengen. Dus ik denk dat we moeten kijken of er een achterstand is. We moeten kijken naar het begrip welke vrouwen zijn ready om daar te komen. Het hoort er gewoon bij en het belangrijke is ook dat we moeten weten dat vrouwen vaak, wat onderzoek ook vaak aantoont, is dat wanneer vrouwen die critical mass halen van minimaal die 30%, dan begint die verandering te komen. En vrouwen zien politiek vaak als een middel om te empoweren. Mannen zien het als een middel om macht te verwerven. Maar vrouwen willen anderen versterken daarmee. En dat is de definitieve verandering die we gaan zien en we moeten onszelf ook gunnen als maatschappij om het te durven zien, dat verandert. Mevrouw Simons heeft het al gezegd, het gaat om vrouwen in besluitvorming en niet zozeer vrouwen in de politiek, omdat je dan daarmee gelijk de mogelijkheden voor de vrouwen beknopt als je zegt van we willen 50% vrouwen in het parlement. Quotasysteem, persoonlijk ben ik van mening dat een quotasysteem niet voor elk land werkt. We zijn een kleine maatschappij. Er moet nog veel research gedaan worden over hoe een quotasysteem zou moeten werken. Maar persoonlijk denk ik dat je een quotasysteem voor besluitvormende posities zou moeten hebben. Dus equal opportunities in plaats van equal results. Uitvangen van het gender aspect gaan we dus moeten letten op de kwetsbaarheid van de vrouw.
En als we eigenlijk de vrouw empoweren, dan weten we dat de vrouw dat we helpen om de vrouw uit die kwetsbare positie te komen. En dan moeten we dan allemaal letten op de toegang tot verschillende faciliteiten. Zodat de vrouw in feite niet in die poverty blijft. Judith Carriodrono, panellid, gisteravond tijdens de dinerdialoog, georganiseerd door de netwerkorganisatie Vrouwen in de Politiek, bestaande uit Vanessa Limon, Judith Ferber, Naomi Linger, John de Goyo en Anuska Gopalrai. Het doel van deze organisatie is om als brug te fungeren tussen vrouwen in de besluitvormende posities en in de politiek. Ook wil zij dat politica meer gaan samenwerken als het gaat om gendergerelateerde zaken en dat de stem van de vrouw echt gehoord wordt. De VIP kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.